Goedemiddag. Nou, was echt een hele leuke uitzending gisteravond. Dankjewel allemaal voor jullie bestellingen. Dat deed me echt goed. En ook dat de mensen eindelijk een beetje die angst gaan overstijgen. Alles is gebaseerd op angst. En als je heel dicht bij jezelf staat, is er geen angst. Dan is er weten. Alleen niet weten creëert angst. Onwetendheid creëert angst. Hé, Catharina Dol. Helemaal te dol. Leuk dat je er bent. Dus voor de mensen, deel de video nog even van gisteren. Was echt een mooi moment. Gebruikerservaringen. Dat is het beste wat er is. Dat is eigenlijk ook het probleem, hè. De mensen die nu zaken moeten beslissen, hebben geen ervaring. Nul. Niet eens in het leven. De meeste mensen die ons regeren hebben niet eens kinderen. Kun je nagaan hoe weinig ervaring ze hebben. Nou ja, regeren. Onderdrukken, hè. Regeren is een beetje een oud indoctrinatiewoordje. We worden natuurlijk niet geregeerd, we worden financieel satanisch onderdrukt. En de bedoeling om ons zoveel mogelijk stress te geven, dat ze zo snel mogelijk weer van de aarde af zijn, want ze haten ons. Ze hebben ons niet lief, ze zorgen niet voor je, ze haten je. Uit de grond van hun schitzwarte hart. Hey Jocelyn, wat leuk! Weters, ja. Daarom geven ze je geen kennis, hè? Daarom stoppen ze je hele hoofd vol met leugens. Als jij vol met leugens loopt en je mag er ook nog eens niet over praten, er is ook nog eens een collectieve dogma, een collectieve trauma waarom je er niet over mag praten. Want stel je voor, joh, iemand zal zich wel eens aangevallen kunnen voelen worden. Dat is, de hele maatschappij zit in een soort psychose. Slachtofferrol. Oh, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Nou, fuck it. Ik zeg alles. En als mensen het niet willen horen, doen ze hun oren dicht. Of gaan ze niet reageren. Of lopen ze door, of scrollen ze verder. Hallo Wim. Goedemiddag. Ik zie steeds meer mensen wakker worden. Ik zie steeds meer mensen de leugen doorzien. Het heeft natuurlijk wel 6 maanden geduurd voordat mensen een klein beetje door hadden dat je natuurlijk geen virus kunt overdragen van mens tot mens. Dat zeggen satanisten, zodat jij niet in de buurt komt van andere mensen. Maar steeds meer mensen doorzien de leugens, doorzien het spel. Het satanische spel wat ze spelen. Eigenlijk is het ons spel. Waar we mogen spelen, waar we mogen zijn, waar we kind kunnen zijn, waar we kunnen genieten, waar we het leven kunnen vieren. Waar we kunnen genieten met z'n allen van mooie resonanties, mooie frequenties, muziek, liefde, de zon. Maar ze gunnen het ons niet. Ze gunnen ons helemaal niks. Dus koppel je los. Koppel je los van het geloofssysteem, politiek. Koppel je los van het geloofssysteem dat je een aap bent, gecreëerd door toeval, op een draaiende bol, in een oneindig vacuüm, onderweg naar helemaal niks. Doelloos, ronddobberend, in een ruimte die verzonnen is. Mijn internet is steeds weer weg, ik kijk later wel. En dat kan ook aan mijn internet liggen hoor, want ik word nog steeds geshadowband. En dat was gisteren meer dan duidelijk, want ik kon mijn eigen video niet eens downloaden. De video die we gemaakt hebben gisteren, die was zo confronterend voor deze mensen, voor deze oplichters, voor deze criminelen. Ik kon hem niet eens downloaden, ik kon hem ook niet uploaden. Too Slow For You heb ik het wel gered, dus voor de mensen die hem willen even zien op YouTube, Too Slow For You. Het is ongelofelijk, mensen. Wat een drukte hier. Ik ben blij dat steeds meer mensen het willen delen, de platte waarheid. Ik plant af en toe Telegram en app ook steeds vaker een zaadje. Ja, mooi man.
Dat is het mooiste van de waarheid, hè? Het is gewoon wat het is. Alleen een leugenaar wil de waarheid veranderen. Alleen een leugenaar die wil dat je het niet gaat delen. Ook als je bij Frans gaat kijken. Frans met zijn mooie seminars, zijn mooie uitleg, zijn mooie bijeenkomsten. En als je dan... Mensen zeggen alleen maar, hou ermee op joh, stop het toch mee. En ze willen gewoon de waarheid niet, deze leugenaars. Het is humor. Maar de waarheid komt toch. Al is de leugen nog zo snel, ook al is hij zo groot als de bol, met zijn indoctrinatie van space agencies tot en met government organizations. It doesn't give a shit. The truth will come out. Dus, als je niet voor de waarheid bent, nou, dan zou ik maar je borst nat maken, want dan... it's gonna be a hell of a ride. De uil is weer terecht. De uil is weer bij de rechtmatige eigenaar. En ja, of dat nou goed is of niet, ik ben dat daar ook niet helemaal mee eens. Je hoort dieren niet in gevangenschap te houden, maar ja, deze uil is met de hand opgevoed en die kan niet in het wild overleven. Terwijl wel de uilenman, hij heeft wel... vogeltjes en muisjes gegeten, want er kwam uit de haarbal kwamen dierlijke resten. Dus de uil is helemaal in orde. Die is weer thuis. We gaan binnenkort even bij hem op bezoek. Anneke. Ik heb contact met de uilenboer. Hoe noem je dat? Uilenmeneer, noem je dat? Uilenvanger, uilenhouwer, ik heb geen idee. Valkenier noemt hij zichzelf. Maar ja, ik zeg, jij bent toch een uilenier dan? Ja, maar dat is geen woord. Oh. Dus binnenkort gaan we even op visite bij de uil. Ik wil hem nog even een keer echt zien in zijn niet stress staat. Want het was wel ontzettend mooi beest, zeg. Echt ontzettend mooi uil. De energie die er vanaf komt, de wijsheid die erin zit, de energie. Dat is echt fenomenaal. Kijk je recht aan in je ogen. Heel bijzonder. Dankjewel voor het vragen trouwens. Super lief. Het zijn dus mensen die me wel volgen. Terwijl ik altijd advies geef. Volg jezelf en niet mij. Ik doe dit niet voor volgers. Ik doe dit voor de mensen die zich aan willen sluiten op de waarheid. En meer niet. Dat is het enige wat je van mij hoeft te doen. Je hoeft me niet te volgen. Maar het mag wel. Alles mag. Ja, vind ik ook heel mooi. Ik ben blij dat hij weer terecht is. Maar ja, weet je, het is een dier wat in gevangenschap op moet groeien. Maar dat is niet anders, want hij is ook, hij is daar geboren. De vrijheid kent hij eigenlijk niet. Dat betekent stress voor hem. Dus dan is een beestje eigenlijk daar beter af. Nou, ik heb in ieder geval iedereen die na de uitzending van gisteren heeft besteld, het vandaag op de bus gedaan. Als het goed is, hebben jullie dan morgen in huis. En ik ben zeer benieuwd wat jullie ervan vinden en wat het voor jullie gaat doen. En na de review van Marion. Ja, super gaaf. Super gaaf. Mensen raken hun angsten kwijt. En dat is ook mooi, hè, want het systeem wordt steeds nauwer en nauwer en nauwer. En dan drukken vanzelf die angsten drukken weg als je gaat nadenken, gaat voelen, gaat weten. Het is eigenlijk een kwestie van kennis vergaren en de angst loslaten. Hoe meer kennis je vergaart, hoe minder angst je hebt. En dat is mooi, hoor. Geen angst. Dave, goedemiddag. Het verbindt ons wel een beetje dat Facebook op zich gunstig met gezonde mensen. Ja. Het is een tool, hè. Het is alles gaat om intentie. En niet alleen dat, maar ook de intentie waar het mee gecreëerd is.
En geld is datzelfde, alleen het geld zoals wij het kennen, dat heeft geen vertrouwen meer. Geld is eigenlijk alleen maar een kwestie van vertrouwen naar elkaar. Ik vertrouw jou, jij vertrouwt mij, dus ik geef een papiertje en jij geeft mij dan spullen. En andersom. Een kwestie van vertrouwen. Jij vertrouwt erop dat dat geld geld waard is. Dus het is allemaal een kwestie van vertrouwen. En hoe minder mensen elkaar vertrouwen, hoe minder het geld waard wordt. En nou, ik denk dat nou een groot deel van de mens eigenlijk het hele systeem niet meer aan het vertrouwen is. In ieder geval aan het wantrouwen is. Want bij twijfel is het mooiste wat er is. Twijfel zorgt ervoor, zoals ook Sven Hulleman in zijn video aangaf met de liegende Hollander. De liegende Hollander, meneer Kuipers, André Kruiper. Twijfel, daar valt een schroefje. Dat is apart en dan krijg je twijfel. En bij twijfel opent de mind voor een andere mogelijkheid dan dat je verteld is. Dus door middel van twijfel kunnen we de waarheid leren. Hé Jan. En dat is ook wat er gisteren gebeurde. Mensen gaan twijfelen aan de farmaceutische industrie. Mensen gaan twijfelen aan hun eigen medicatie. Sommige mensen zitten al 30 jaar aan medicatie. Eigenlijk twijfelt je lichaam al aan de farmaceutische medicatie. Alleen je mind accepteert het nog niet. En dat is ook een ding, hè? Het speelt zich allemaal af in je mind. Het is allemaal een projectie van je mind. Heel veel mensen die willen wat gaan doen, maar dan vertellen ze zichzelf al dat het niet werkt, of dat het niet kan, of dat ze niet welkom zijn, of niet geliefd genoeg, of niet genoeg kennis hebben, of niet genoeg ervaring, bla 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 bla. De mind is the most powerful tool in the human being. Dus zorg ervoor dat je in controle komt van je mind. En dan komt die body in die soul, die komt vanzelf. In mijn optiek dan, hè. Volg mij niet. Volg je eigen, vooral je eigen dromen. Uiteindelijk gaat het om jou en niet om mij. En uiteindelijk gaat het bij mij om mij en niet om jou. En als we dat eindelijk begrijpen en als we dat kunnen plaatsen uit het egoïstische veld, het egoveld, de bolle aarde, dan houdt het op. Want dan gaan we eerst allemaal voor onszelf zorgen, dat we oké zijn, gezond zijn. En dan kunnen we voor anderen gaan zorgen en dan hebben we een nieuwe wereld. De nieuwe wereld is dat en niks anders. Je veld is anders door de olie. Ik merk dat je juist hele fijne gesprekken krijgt met mensen. Het is makkelijker om meer bij je eigen waarheid te blijven, ondertussen liefdevol te zijn. Ja. Want dat is wat het is. Dat is wat het is, Suus. Perfect. Want je bent rustig. Je luistert. Je bent oké. Je staat heel dicht bij jezelf. Je voelt je niet getriggerd. Je ego is heel low level. Ego heb je gewoon nodig, hè? Ego is iets positiefs. Een overlevingsmechanisme. Alleen, het probleem met het ego is dat ze alles er aangeklapt hebben voor jou. Ze hebben het als een jasje aangetrokken, je ego. En op het moment dat het allemaal niet aanwezig is of geen rol meer speelt, dan ben je vrij. Want dan maakt het ook niet meer uit wat een ander vindt of denkt of zegt. Dan ga je er ook niet meer op reageren dat hij gek is of niet goed bij zijn hoofd is. Dan zeg je, interessant. Of wat dan ook. In ieder geval niet in de totale afwijzing. Dankjewel, Suus. Dankjewel. En ik wou dat de hele wereld het kon ervaren. Hè? Maar dat is ook waarom wat ik doe op nummer 1 staat van de opiumlijst. Want het maakt je klaar wakker. Het haalt je uit die illusie. Het haalt je uit die collectieve massapsychose droom. Nachtmerrie trouwens, nu ondertussen. Het is geen droom meer. Hè? Het is niet meer de Amerikaanse droom, de Nederlandse droom. Het is ondertussen natuurlijk gewoon een nachtmerrie geworden. Voor de mensen, typ even mijn website. Ga er even naartoe. Kijk even bij ervaringen. Kijk even bij Marion zijn haar video.
Over haar ontwaking met Sense to Oil. Want je moet het jezelf gewoon gunnen, jongens. Be free. Het gaat erom, hè. Het gaat om vrijheid, hè. En de vrijheid die ze in het systeem geven is geen vrijheid. Die vrijheid die komt met consequenties. Met plichten en rechten en al die bullshit. Echte vrijheid zit in je hoofd, jongens. Kun je gewoon pakken, kun je gewoon nemen. Je hoeft het niet te vragen, je hoeft niet te demonstreren. Je hoeft niet te bellen, te huilen, te stemmen, weet ik het allemaal niet. Hoeft het allemaal niet. Je hoeft alleen maar je angsten los te laten. Kennis te vergaren. Weten wie je bent. En waar je woont. Zo simpel is het. Hey Bert, goedemiddag. Ik ervaar dat als prettig als je ziet dat anderen ook weer hun eigen kracht zoeken. Zo komen we in een hogere energie als collectief. Ja, dat is de reden waarom ik en de platte aarde doe en de olie. De enigste. Want het gaat niet om mij en het gaat niet om jou. Het gaat om het collectief. Het gaat om het bewustzijnsveld. Daarom, het gaat ook niet of de aarde nou een bol is of dat de aarde nou plat is of wat dan ook. Het gaat niet om de vorm. Het gaat om hetgeen wat het is. Het gaat om de manifestatie. Daar gaat het om. De vorm is totaal onbelangrijk. Doet er niet toe. Echt niet. Het gaat erom wie je bent en waar je woont. Wat het systeem is. Hoe het zich manifesteert. En hoe we samen kunnen komen. De enige reden waarom we verdeeld zijn en geheerst worden, is omdat we niet weten wie we zijn en waar we wonen en dat we in een collectief zitten. Ze hebben ons allerlei soorten collectieven gegeven. Collectieve zorgverzekeringen, collectieve maatschappij. Ze weten precies waar de sterkte in zit. En wij zien het niet. Zo gaan wij gaan zien dat het collectief ons kan bevrijden. In een collectief, dan houdt het op. Dan is er macht over. Ze hebben geen macht eigenlijk. Hè? Het zijn geen machthebbers. Wij geven die macht af omdat we de kennis niet bezitten dat we weten wie we zijn en waar we wonen. That's it. Dus, allemaal fijne middag. Doe je onderzoek. Ik moet schermissies halen. Weer vergeten. Nou ja, daar gaat het niet om. Hè. Fijne dag. Doe je onderzoek. Typ even mijn website. Doe je bestelling. Zorg dat je bij je eigen mind komt. Dat je bij je eigen rust komt. De persoon, de mens, de energie die in je zit. Het is belangrijk om die naar boven te halen. Voor iedereen, hè? Niet alleen maar voor jezelf. Hè? Ook voor je kinderen, voor je broers, voor je zus, voor je buurman, voor je ouders. Iedereen. Het gaat niet alleen om jou. Het gaat om iedereen. Ja, mijn overheid. Ja, bijzonder hè, dat mensen dat zeggen. Vanmiddag nog een mooi gesprek. De vraag was, komen er nog positieve dingen aan bij zorgmedewerkers? Ik zei, als corona in staat is dat wij allen de verrekte systemen kunnen loslaten, dan zou dat zeer prettig ervaren gaan worden voor iedereen. Ja, ja, dat is ook weer mooi. Hè? Dat is, ja, ik ben heel blij met de corona hoax. De corona leugen, afgezien natuurlijk van de bol in de ruimte leugen, wat de grootste leugen is van de mensheid. Maar de corona leugen is een hele goede tweede, omdat het globaal geplanteerd is. Geplanteerd, hè? Dus niet overkomen, maar het is daadwerkelijk moedwillig geplanteerd. En deze, dankjewel Louise, deze, kijk daar gaat ik weer terug, ik word weer geshadowband. En deze, dit, ja, dit collectief zal dat, ja, dit is, nou ja, there can only be one, the one. Je bent de enigste mens hier eigenlijk op aarde en je hebt interactie met andere energieveldjes om je heen die jij ook bent in een andere ervaring op een andere tijdlijn. Dat is wat het is. Als we weer gaan zien dat iedereen die we kennen, iedereen op aarde, wij zelf zijn, dan gaan we geen oorlog meer voeren. Dan gaan we mensen niet meer onderdrukken met geld. Dan gaan we niet meer afrekenen. Dan gaan we niet meer zeggen, ja, maar ik heb meer vertrouwen bij de bank, dus... Nee, dan hebben we ook geen last meer van mensen die geen woning hebben. En dan hebben we geen last meer van mensen die geen voedsel hebben. Want dan is er overvloed. Punt. En er is al overvloed. Alles is er al. We kunnen morgen stoppen met deze hele hoax. Alleen dan moeten mensen wel die angst loslaten. En vooral de angst
De grootste gevangenis is de mening van andere mensen. Dat is je grootste angst. Ga maar na. Stel je voor wat een ander zegt. Wat ik denk of wat ik zeg. En het is niet belangrijk wat een ander vindt. Wat een ander vindt mag je houden of naar de politie brengen. Fijne middag. Dan doe je onderzoek. En donderdag ben ik bij De Haan. En dan gaan we praten over de platte aarde. Of het waterpas aardoppervlak. Het elektromagnetische bewustzijnsveld. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ik hoop jullie daar te zien donderdag. Over 2 dagen. Daar heb ik heel veel zin in. Dus tot dan.